Regering werkt aan aanpassingen Brokopondo overeenkomst. De regering van Suriname zal aanpassingen doorvoeren in de wetgeving ter zake de beëindiging van de Brokopondo overeenkomst. Minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen NH heeft maandag meegedeeld in de Nationale Assemblee dat er aanpassingen gepleegd zullen worden. Onder andere zal Suralco Alcoa naast de Afobakadam ook de switchyard overdragen aan Suriname. De switchyard zou oorspronkelijk nog in het bezit van de multinational blijven. De NH-minister heeft ook benadrukt dat de multinational niet gevrijwaard zal worden van milieuschade. Hij heeft de totale samenleving opgeroepen om alle informatie over eventuele milieuschade als gevolg activiteiten van het bedrijf of opslaglocaties van chemicaliën door te spelen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.